nogmaals, zij reageren dus op dat wolkje en uiteindelijk ook op de ander reageert dan op het schieten door zijn collega. En nogmaals, de beide inzittenden, en dat blijkt uit de beelden en uit het rapport van de patholoog, die zijn op dat moment getroffen door een aantal dodelijke schoten en zijn op dat moment al overleden. We hebben gekeken van wat moeten wij daarmee strafrechtelijk gezien als OM. Ten aanzien van dat eerste schot, dat ongewilde schot, hebben wij gezegd van ja, dat schot heeft helemaal geen doel getroffen. Daar is ook niemand bij om het leven gekomen. De man heeft, dat lid van de arrestatieteam, heeft geschoten op basis van de geweldsinstructie. Er was van tevoren ook contact geweest met de hoofdofficier over de inzet van het arrestatieteam. Dus hij heeft geen strafbaar feit gepleegd. Dus wij zullen hem ook niet voor dood door schuld gaan vervolgen. Dus voor ons geen aanleiding om ten aanzien van dit ongewilde schot een strafrechtelijk vervolg te geven. Dan krijgen we de twee andere leden van het arrestatieteam, dus die dus uiteindelijk de dodelijke salvo op hun konto hebben. Zij hebben, en nogmaals, dat gaat dan over dat wolkje en het schot wat zij horen. Zij hebben gehandeld binnen de geweldsinstructie. Zij hebben toestemming, zoals het hele arrestatieteam dat had, voor het hanteren van geweld bij deze aanhouding. Ze hebben gehandeld binnen de geweldsinstructie. Maar zij hebben zij hebben gedacht dat zij moesten schieten als verdediging van hun eigen lijf. Of eventueel dat van een ander. Kortom, dat er sprake was van wat wij noemen een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding door de inzittende van de Daihatsu. En zij hebben dat weliswaar, is het niet helemaal juist, want er is niet geschoten vanuit de auto, maar zij hebben gedacht dat dat uit de auto kwam. En dat is wat wij noemen putatief. Dus dat je denkt dat iets gebeurt waartegen je jezelf moet verdedigen. En dan spreek je over putatief noodweer of putatief noodweer excess. Excess is als je te veel geweld gebruikt, maar wel ter verdediging van je eigen lijf of dat van een ander tegen zo'n wederrechtelijke aanranding. Dus wij hebben besloten om ten aanzien van deze twee leden van het arrestatieteam niet over te gaan tot strafrechtelijke vervolging, omdat zij wat ons betreft zich kunnen beroepen op wat wij dan noemen putatief noodweer of putatief noodweerexces. Het denken, het redelijkerwijs kunnen denken dat je je moet verdedigen tegen een wederrechtelijke aanranding. Overigens is na deze reeks schoten is nog een andere schotenwisseling geweest tussen leden van het arrestatieteam en de auto. Meermalen geschoten nog op de auto. Op dat moment waren de inzittenden van de auto al overleden. Dus ook dat zullen we dan niet een strafrechtelijk vervolg geven. En er is verder ook nog, er is op een gegeven moment met een vuurwapen op de ruit van de auto geslagen. Daarbij is een deel van het wapen of patroonhouder is in de auto gevallen. En op basis daarvan is op een gegeven moment een van de collega's die heeft in de auto iets gepakt. En dat heeft in de publiciteit nogal wat consequenties gehad. Dat er iets uit de auto is gehaald. Het leek in de ogen van sommige mensen alsof er nog weer geschoten was door deze man. Dat niet het geval was. Maar hij heeft alleen maar dat onderdeel uit die auto gehaald. Wat hij overigens niet had moeten doen. Maar wat wel gebeurd is. Maar voor ons ook aanleiding om daar geen strafrechtelijk vervolg aan te verbinden. Kortom, het hele onderzoek van de Landsrecherche. De bevindingen ook van de patholoog.
Het onderzoek van de Rijksrecherche hebben wat ons betreft geleid tot een dossier waar wat betreft het OM geen strafrechtelijk vervolg wordt gegeven.